Open ik de technische briefing door het capaciteitsorgaan over de totstandkoming van de ramingen voor het opleiden van zorgmedewerkers. Op de eerste plaats hartelijk welkom aan onze gasten, mevrouw Butterman en meneer Huurman. Meneer Huurman is de interim-directeur, mevrouw Butterman is de programmasecretaris. Verder natuurlijk altijd onze griffier. Linksomme en aan onze Kamerleden, mevrouw Van Heel van de VVD, mevrouw Ellemeet van GroenLinks en mevrouw Paulusma van D66. En natuurlijk ook aan alle ondersteuning nog verder in de zaal. Ik begrijp, meneer Huurman, dat ik u als eerste het woord mag geven voor een presentatie. Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Mijn naam is Jan Huurman. Ik ben tijdelijk directeur van het capaciteitsorgaan. Wij gaan in een minuut of 20 u uitleggen wat wij als capaciteitsorgaan doen. Het eerste deel zal ik verzorgen. Dat gaat met name even over de positie van het capaciteitsorgaan, een stukje historie. En daarna de techniek. Dat laat ik heel graag aan Olivia Butterman over. Even voor bij het begin beginnen. Het capaciteitsorgaan bestaat sinds 1999. En om... zeg maar in heldere taal uit te leggen waarom het is opgericht. Het is opgericht om de varkenscyclus in de capaciteit voor zorgprofessionals, om dat een beetje te dempen. Nou, je kent ongetwijfeld het begrip varkenscyclus. Als er te veel zijn, dan gaan we allemaal op de rem trappen. En op het moment dat er te veel zijn, als er te weinig zijn, dan gaan we ontzettend veel mensen opleiden. Als je dat heel kort cyclisch doet, dan krijg je allemaal toppen en dalen. En dat betekent één moment te veel, ander moment te weinig. En het capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht om dat te dempen. Om dat te middelen en om meer op langere termijn te gaan ramen. En daarmee ook de instroom gelijkmatig te maken. In het verhaal van Olivia Butterman zal dat ongetwijfeld terugkomen. Even over het capaciteitsorgaan. Wij zijn een onafhankelijke stichting. En wat wij doen is door VWS aangeduid als een dienst van algemeen economisch belang. Dat is, dat komt ongetwijfeld ook nog een keertje terug vanmiddag. Wij krijgen een subsidie van VWS. Maar omdat wij deze dienst van algemeen economisch belang uitvoeren, zijn we voor dat deel vrijgesteld van markt. We hoeven niet te concurreren op de markt. We krijgen die subsidie zolang we het werk goed doen. We zijn onafhankelijk. Dat betekent dat VWS zich verre houdt van het inmengen in wat wij doen, maar die geven wel de kaders aan. Zij zeggen van jullie krijgen subsidie, jullie moeten voor die beroepen ramen en dat is het. Wij zijn onafhankelijk en we hebben een tripartite samenstelling. Een driedeling van samenstelling, zowel in het bestuur als in de kamers. De kamers zijn de delen van onze organisatie die over de afzonderlijke beroepsgroepen gaan. We hebben er 10 in totaal. En er zijn drie groepen vertegenwoordigd. De professionals, de beroepsgroepen, de verzekeraars en de opleidende instellingen. Daar kom ik zo meteen op terug. Wij adviseren richting VWS, maar we doen dat ook richting de veldpartijen. Dus we hebben een beetje een positie tussen het ministerie, de minister en de partijen in het veld in. We gebruiken een rekenmodel. Daar zal Olivia zo meteen wat veel meer over gaan zeggen. En we doen dat deels op basis van hele harde cijfers, CBS-gegevens, cijfers van de verzekeraars. En een deel daarbovenop zijn inschattingen over hoe de toekomst zich zal ontwikkelen. En dat is, laten we zeggen, dat noemen wij dan de consensusvorming. En die tweedeling tussen de harde onderkant en de wat zachtere bovenkant, dat noemen wij in onze organisatie een beetje het pizzamodel. Dus de harde bodem en vervolgens wat zachtere bovenkant. Om een idee te geven, er gaat jaarlijks ongeveer 1,5 miljard euro om aan opleidingsgelden. En daarover adviseren wij. Nou, om even de volgorde, dat ziet u ook op de slide. Wij stellen een plan op. Wij stellen meerdere plannen op. Dat doen we dit jaar voor alle 79 beroepen. Dat is een advies. VWS stelt vervolgens het aantal landelijk vast. En dan vervolgens komt het interessante onderdeel, het geld uitgeven. Want aan al die opleidingsplaatsen is geld verbonden. En wat u hier ziet is het voorbeeld van de medisch specialistische vervolgopleidingen. Dat is een aparte stichting. VWS stelt totaal hoeveel het geld vast, totaal hoeveel het plaatsen. En Bols geeft dan de verdeling over de regio.
En in dit geval is het dan de NZA die in een subsidierelatie met de opleidingsinstellingen zorgt dat die instellingen hun geld krijgen. Wat doen wij? We doen 79 beroepen. Dat zijn alle geneeskundige specialisten. Er staan hier huisarts, bedrijfsartsen, cardiologen, urologen. Even langs na de cardioloog en uroloog moet u alle andere medisch specialisten ook rekenen. En dan kijk ik even naar rechts, dat zijn er nog een stuk of 19. 31 medisch specialisten in totaal. We doen de orthodontisten, de kaakchirurgen, klinisch neuropsychologen, verpleegkundige specialisten. En we doen ook andere beroepen. Een verpleegkundige vervolgopleiding, die vallen onder het Fonds Ziekenhuisopleidingen. We doen de tandartsen, we doen de mondhygiënisten, GZ-psychologen, physician assistants. En niet onbelangrijk, en misschien als laatste genoemd, maar niet onbelangrijk, op basis van de instroom in de medisch specialistenvervolgopleidingen, de huisartsopleidingen, de specialist oudergeneeskunde, sociaal geneeskundige, dat kun je terugrekenen. En vervolgens volgt daaruit hoeveel de initiële opleiding zou moeten zijn. Dus wij geven ook aan het einde van het jaar het advies over de numerus fixus af. Even de driedeling in onze organisatie. Ik zei al, we hebben een driedeling in ons bestuur. De verzekeraars, de opleidingsinstellingen en de beroepsbeoefenaren. En die hebben elk hun eigen belang. Niet uitputtend op deze sheet, maar wel de belangrijkste dingen genoemd. Verzekeraars hebben gewoon de zorgplicht. Dus die moeten gewoon zorgen dat er voldoende zorg is en voldoende toegankelijk. Substitutie is ook een belang voor verzekeraars. Opleidingsinstellingen, ja, die hebben echt heel veel belang om te weten welke mensen bij hun opleiding komen. Ziekenhuizen hebben veel belang om te weten en zeker te zijn dat ze assistenten in opleiding krijgen voor de specialistische opleiding, omdat die ook belangrijk zijn voor het vullen van de diensten bijvoorbeeld. Dat is een belang. Dus voldoende capaciteit voor opleiding en onderzoek. En er is een subsidie per opleiding. En de beroepsbeoefenaren die hebben natuurlijk een heel groot belang, want die willen wel zeker zijn dat hun vak ook in de wat langere termijn blijft bestaan vanwege de opleiding. Voldoende aanbod om aan de zorgvraag te voldoen. Voldoende aanwas voor praktijkovername, dat is natuurlijk een probleem wat binnen de huisartsgeneeskunde en de tandheelkunde actueel zeer groot speelt. En er zit ook natuurlijk altijd een belang van elk beroep om zichzelf wat te profileren. Beroepsbeoefenaren zijn heel erg gebaat bij groeiende cijfers van onze kant, waar wij niet altijd aan tegemoet kunnen komen. Dit is mijn deel. En dan ga ik nu over naar het deel wat Olivia over de techniek van het ramen. Ja, ik zal het overnemen. Ik begin eerst met een stukje uitleg over het proces van hoe die ramingen tot stand komen. Zoals Jan zei, deze presentatie is een beetje geënt op de medisch specialisten. We ramen natuurlijk ook nog voor 48 andere beroepen, maar kent ongeveer hetzelfde proces. Dus als we links op de slide kijken, dan zien jullie die gekleurde balken. En dat is allemaal informatie die wij verzamelen. Dat zijn allerlei harde gegevens van het CBS bijvoorbeeld. Of van de registratieorganen van alle specialismen. Dat zijn bronnen die we gebruiken. Ook bronnen als het gaat over de demografie van de patiëntenpopulatie. Dus de bevolkingsprognoses van het CBS. We hebben een data-analyst in huis. Die doet daar veel onderzoek mee. En zoals Jan al aangaf, we hebben ook een meer zachtere kant van ons werk. En dat zijn de experts betrekken uit het veld. En dan moet je denken aan ziekenhuisbestuurders, aan mensen van zorgverzekeraars, maar ook van de beroepsgroepen zelf. En die betrekken we vooral in Delphi-sessies, waarmee we ze gericht kunnen vragen over welke ontwikkelingen zien jullie in jullie vakgebied de komende 10, 15 jaar. En hebben die ook echt invloed op het aantal benodigde professionals. In het geval van de medisch specialist, dat wordt er dan voorgelegd aan onze kamer medisch specialisten, zoals dat heet. Daar zetten mensen zonder last of ruggespraak in. Wel vanuit die tripartite samenstelling weer, dus wel vanuit beroepsgroepen en zorgverzekeraars en opleidende instellingen.
Nou, daar wordt gediscussieerd over, nou, welke kant gaat dat dan op? Want we hebben het over 12 of 18 jaar vooruit. Vervolgens gebruiken wij die informatie weer en al die harde gegevens weer om in een rekenmodel te stoppen. Daar kunnen verschillende scenario's uit voortkomen. Dat gebruiken we dan ook. En vervolgens is het aan ons aan de beurt aan het algemeen bestuur. Nou, dat is toevallig volgende week. Die besluit dan, of die stelt eigenlijk het ramingsadvies vast. Nou, en dat, die uitkomsten die gaan naar VWS, minister Kuipers in dit geval. En die neemt hopelijk ons advies over. En vervolgens kan iedereen in opleiding gaan vanaf 2024. Dus dat zijn een beetje de termijnen. Dan wil ik jullie ook even doornemen door het rekenmodel. Als we onderaan beginnen, ik hoopte eigenlijk dat die zou opbouwen in verschillende stukjes. Maar ik zal het dan maar gewoon aanmoedigend spreken. Als we kijken naar het onderste deel van de presentatie, dan zien jullie daar het zorgaanbod. Nou, dat brengen we in kaart, hè, van hoeveel specialisten werken er nu, of hoeveel beroepsbeoefenaren, hoe oud zijn ze, welk geslacht, hoeveel FTE. En dan kun je projecteren hoeveel er met pensioen gaan bijvoorbeeld, of hoeveel er gaan uitstromen. Dus dan kun je over 5 of 10 of 15 jaar een projectie maken van, nou, dan hebben we er nog zoveel over. Dus dat is één kant van de berekening. Daar gaan overigens 38 van de 50 parameters in zitten. Dus dat is echt een groot deel van het werk. En vervolgens gaan we kijken meer naar de zorgvraag. Van waar gaat die zorgvraag nou naartoe? We kijken uiteraard naar de demografie van de patiëntenpopulatie, een vergrijzende populatie, ook een groeiende populatie. En we kijken ook naar andere factoren. Dus zijn er vakinhoudelijke ontwikkelingen? Of wordt er bijvoorbeeld meer ingezet op artificial intelligence of andere vormen van digitalisering? Wordt er gesubstitueerd naar andere vakken? Dat zou ook nog kunnen. Nou, daar doen we dan ook een berekening voor. Dus dan kunnen we uitrekenen hoeveel hebben we dan nodig over 10 of 15 jaar. En het verschil tussen wat we dan beschikbaar hebben en wat we benodigd vinden, dat verschil drukt zich uit in een opleidingsaantal. Dus dat is in sneltreinvaart hoe de berekeningen gaan. Nou, dat ziet er dan zo uit. Hè? Zo zien die modellen eruit. Dus heel veel vakjes, heel veel moet ingevuld worden. Nou, en zoals jullie je kunnen voorstellen, achter elk zo'n getalletje zit een wereld aan bronnen en aan getallen die je moet afwegen. En soms doen we ook onderzoek met meerdere bronnen om eigenlijk te trianguleren of een cijfer wel echt zo klopt. Nou, zoals ik al zei, een goed deel gaat over de aanbodzijde. Dus over de beroepsbeoefenaren. En de overige 12 gaan zeg maar over de zorgvraag. Waar denken we dan aan als het gaat over de zorgvraagontwikkelingen? Demografie noemde ik net al. Hè, dus dat de populatie verder toeneemt, maar vooral dat die verder vergrijst. De epidemiologie, de toename van multimorbiditeit of zoals in de studie van het IKNL ook naar voren kwam, bijvoorbeeld het vaker voorkomen van huidkanker. Dat zijn dingen die we meenemen. Sociaal-culturele ontwikkelingen, nou, dat is tweeledig. Dus dat is bijvoorbeeld overheidsbeleid. Hè. Dus je zou kunnen zeggen als er een recessie komt of zoals nu al die akkoorden gesloten worden, dat er minder groeiruimte is. Dat is een rem. Tegelijkertijd zien we ook, of zien de beroepsbeoefenaren ook, dat de patiënten veel eisender worden. Die komen vaker terug, die hebben meer vragen, zoeken zelf dingen uit, maar hebben daar vervolgens vragen over. Dus die komen vaker terug op een poli bijvoorbeeld. Dat vraagt allemaal meer tijd van de beroepsbeoefenaren. En dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld de wachtlijsten voor de zorg. Nou, al dat soort ontwikkelingen worden meegenomen, worden afgewogen. Dan stoppen we dat in dat prachtige rekenmodel van ons. En dan krijgen we dit soort staartjes. Nou, ook weer, hè, ga ik jullie even doorheen helpen. Want we zien hier een hoop staafjes in het staafdiagram. Dit is de raming uit 2019. Nou, over een aantal weken komt de volgende raming uit. Maar dit is die van 2019 over het totaal aantal medisch specialisten. En die goudbruine balken zijn degenen die nu werkzaam zijn.
En zoals jullie kunnen zien nemen die af, want die gaan met pensioen of die stromen uit om andere redenen. En die worden natuurlijk opgevuld door mensen die nu in opleiding zijn. Dat zijn die donkerblauwe balken. Die mensen die zijn al in opleiding, die gaan een aantal van hun zullen natuurlijk uitvallen. Dat kan, daar houden we allemaal rekening mee. En vervolgens zien jullie ook de oranje balken. En dat is eigenlijk iedereen die nog in opleiding zal gaan als gevolg van onze raming. Dus zo projecteren we dan 18 jaar vooruit. Dus 2037 is een beetje omcirkeld. Want dat is dan wat wij noemen het evenwichtsjaar waarop we koersen. 18 jaar vooruit. Nou is er volgens mij geen enkele instantie, zelfs niet het CPB of het RIVM of het CBS, die 18 jaar vooruit durft te kijken. Vandaar ook dat we eigenlijk elke 3 jaar deze ramingen opnieuw opstellen. Dan hebben we een aantal effectjaren achter de rug. Dan hebben we al een paar jaar die instroom gehad. Dan zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. En dan stellen we weer bij. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Mag ik als voorzitter even wel een technisch... Ik weet niet of de leden dat ook hebben. Waarop die 18 jaar is gebaseerd? Ja, nou, en dat is specifiek voor de medische specialisten. Want voor bijvoorbeeld verpleegkundige beroepen is het soms 7 of 9 jaar. Is korter. Maar voor de medische specialisten zal ik het toelichten. Bijvoorbeeld als je cardioloog wil worden, dat is een 6-jarige opleiding. Nou, tegenwoordig doen mensen er zelfs wat langer over, volgens mij 6,7 jaar. En daarvoor moet ze natuurlijk de geneeskundeopleiding hebben gedaan. En heel vaak zit daartussen ook nog een enkele jaren zoektijd of wachttijd. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je het al over ongeveer 15 jaar. Dus we rekenen eigenlijk helemaal terug van als we dan zoveel cardiologen, urologen en chirurgen willen hebben, hoeveel moeten we dan uiteindelijk ook in die geneeskundeopleiding ingestroomd hebben. Dus vandaar dat soort lange termijnen. En dat is voor de bijvoorbeeld de verpleegkundige of de psychologenopleiding is dat korter, omdat die opleidingen ook korter zijn. Dus Toelichtende vraag, ja. Want u zegt van elke 3 jaar doen we opnieuw een raming om inderdaad bij te kunnen stellen. Dan is het dus, als je nu een raming doet voor over 18 jaar, dan doe je over 3 jaar een raming voor over 15 jaar. Moet dat dan zo? Of is het? Nee, ook weer 18 jaar. Ook weer 18, ja, dus altijd 18. 18 jaar, steeds weer 18 jaar vooruit. Ja, overlapt elkaar. Ja. Oh ja, op 3 jaar. En omdat we natuurlijk steeds weer die gegevens meenemen, dus bijvoorbeeld die oranje balken van mensen die nog in opleiding moeten gaan. Nou, inmiddels is een deel van hun, dat is werkelijkheid, die zijn nu blauwe balkjes geworden, zullen we maar zeggen. Dus zo nemen we ook een beetje het effect mee van onze ramingen. En het volgende plaatje laat dat mooi zien. Want hier zien jullie nou 3 kleurtjes. Je moet misschien wel heel goed kijken om te kijken welke is. Maar in ieder geval, de paarse lijn, de bovenste lijn, dat was de laatste raming die nog geldt. En dan zie je de oranje lijn is de raming van 2016... 2013, en je ziet die lijn van 2013, de eerste lijn is eigenlijk het stijlste. En dat wordt dan steeds een beetje bijgesteld. Nou, en dan komt over een paar weken een nieuw lijntje bij voor onze raming 2022. Dus zo is het de zeetanker die steeds een beetje wordt bijgestuurd. Even kijken. Nou, het punt natuurlijk van zo ver vooruit ramen is dat er andere werkelijkheden gaan voordoen dan wat je voorzien had zoveel jaren terug. En dit is altijd een redelijk exemplarisch plaatje. De jaren 2012 tot 2014 zijn omcirkeld. Jullie zien de oranje lijn, dat daar op dat moment meer specialisten in de vervolgopleidingen instroomden. Ergens tussen de 1400 en 1500 mensen die in de opleiding instroomden. Dat was het gevolg van een advies die wij in 2010 hebben gegeven. Op dat moment was minister Schippers minister en die moedigde vooral marktwerking in de zorg aan. En haar idee is laten we vooral veel artsen opleiden. Dan hopen we de zorg goedkoper te maken. Dus dat is een beleidsingreep in die periode. Maar goed, die mensen zijn 6 jaar lang in de opleiding, soms 7 jaar. Dus die komen 6, 7 jaar later de arbeidsmarkt op. En op dat moment gold het eerste hoofdlijnenakkoord uit 2017. Die koerste op 0% groei. Dus vorig jaar en het jaar daarvoor haalden het diverse keren de krantenkoppen dat er een mogelijk werkloosheid was onder jonge specialisten.
In de ziekenhuizen werd beperkte ruimte ervaren om nieuwe mensen aan te geven. Want ja, het totale budget mocht niet verder groeien. En dat maakt ons werk een uitdaging. Dat je dus eigenlijk over meerdere kabinetsperiodes, zeg maar, over zulke lange termijnen moet adviseren. En daarom is het ook goed dat we het elke 3 jaar doen. Dan kunnen we het steeds bijsturen. Dus we laten het niet in het wilde weg los. Gelukkig, we kunnen het ook een beetje bijsturen. Maar dat zijn lastige dingen, want die, net als een recessie kun je die natuurlijk niet goed voorspellen. Maar die hebben wel degelijk invloed op de gevolgen van zo'n advies. Een ander punt zijn de basisartsen. Dus er worden elk jaar ruim 2600 basisartsen opgeleid. En daar geven we, zoals Jan al aangaf, ook een advies over. Dat advies is trouwens voor OCNW. En al die andere beroepen waarvoor we ramen, dat is voor VWS. Dat zijn de universitaire opleidingen. Dus de tandheelkunde, physician assistants en de geneeskunde, dat zijn universitaire opleidingen. Dus dat advies gaat naar OCNW. Altijd wel in nauwe samenspraak met VWS, hoor. Dus daar wordt ook overleg over gevoerd. En al die andere opleidingen zijn vervolgopleidingen voor specifiek voor de zorg. Die basisartsen moet natuurlijk een voldoende grote pool zijn aan basisartsen. Mensen die van de geneeskundestudie afkomen. Want we willen natuurlijk voldoende huisartsen hebben, voldoende specialisten oudere geneeskunde en voldoende specialisten in het ziekenhuis. Zij gaan hun weg natuurlijk. Zij zwerven soms een aantal jaren op de arbeidsmarkt. Doen verschillende banen in verpleeghuizen of in ziekenhuizen. Om vervolgens bij een specialisme uit te komen waar hun hart ligt. En daarin in opleiding te gaan. Het is alleen wel zo dat wij hebben het een stuwmeer genoemd. Dat is niet zo'n chic woord, want het zijn gewoon mensen. Een soort opleidingsreservoir, zeg maar. Aan mensen die steeds aan het groeien is. Dus we hebben nu, of tenminste dat was in 2019, ruim 2,5 basisartsen bij wijze van spreken beschikbaar voor elke opleidingsplek die er is. En we hebben een schatting gedaan voor wat dat op dit moment is. Want de 5e meting onder de basisartsen die hebben recent uitgezet. En we vermoeden dat dat reservoir verder aan het stijgen is. En dat is een beetje een probleem, hè? Dus daar zit een spanning tussen. Want je wil voldoende basisartsen hebben om voldoende interesse te hebben in al die opleidingsplekken. Maar een overschot daarvan is ook niet wenselijk. Dus dat is een van de uitdagingen waar we ook mee te maken hebben. Dan een aantal frequently asked questions. Eén daarvan is of het rekenmodel al wel eens geëvalueerd is. Nou, u ziet een hele prachtige opsomming. Het is diverse keren geëvalueerd door verschillende instituties. Ook een keer internationaal door het OECD. Er is ook een jaar of 6 geleden iemand op de ramingen voor de huisartsen gepromoveerd. Dat zijn hele prettige evaluaties, want na elke evaluatie leren we weer een klein beetje. De conclusie is wel dat de voorspellende waarde goed is. Dus dat de afwijkingen heel klein zijn en dat het een bruikbaar model is. In dat opzicht zijn we ook internationaal toonaangevend, want we zijn eigenlijk het enige land wat op nationaal niveau dit soort ramingen doet. In Duitsland gebeurt dat op deelstaatniveau. In Engeland gebeurt het niet eens, in Ierland ook niet. Dus we zijn ook wel sparringpartner voor Ieren, Japanners, Australiërs, Canadezen, die dit soort modellen en systemen eigenlijk op willen zetten. Dus dat is een groot compliment. Dan een aantal voor jullie wat ons betreft belangrijke take-home messages. Wat we doen is langer termijn. Dus dat met die 18 jaar of zelfs 7 of 9 jaar vooruit. In ieder geval een aantal kabinetsperiodes zou je kunnen zeggen. Het zijn ook geen korte termijn oplossingen. Dus wat Jan al aangaf, van soms komt het voor dat er op de rem wordt getrapt als er te veel wordt opgeleid of gas wordt gegeven als er te weinig wordt opgeleid. En dan kun je in een soort overshoot raken. Daar waken wij voor. Dus dat we niet in dat soort cycli terechtkomen.
Waar we steeds meer mee te maken hebben, met name voor de verpleegkundige beroepen, is dat we regionaal dit soort ramingen maken. Dus er zijn 12 opleidingsregio's voor verpleegkundige en medisch ondersteunende beroepen. Nou, denkt u bijvoorbeeld aan de regio Utrecht, heb je het Antonius Ziekenhuis, het UMCU, het Diakonessenhuis. En die krijgen een raming voor bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen of anesthesiemedewerkers. En dat werkt heel mooi, want die kunnen dan in hun eigen regio dat oplossen. Dus als het ene ziekenhuis het ene jaar wat meer kan opleiden en het andere ziekenhuis juist een volgend jaar, dan kunnen ze in ieder geval die regionale arbeidsmarkt voor die beroepen. Het is uitgewezen dat het echt helpt voor hun om daar beter beleid op te gaan voeren eigenlijk. Zij krijgen ook informatie terug, hè? Dus wij hebben een iets ander rekenmodel voor dat soort regionale aanpakken. En ze krijgen dan ook echt informatie terug over hun eigen huis, dus hoeveel ze hebben rondlopen en hoeveel verloop er zal zijn de komende jaren, et cetera. Dus dat is voor hun ook een hele welkome toevoeging op hun HR-beleid. En verder functioneren we steeds meer als een soort spin in het web als het gaat om arbeidsmarktpunten. Dus denk bijvoorbeeld ook aan het kwaliteitsinstituut of kwaliteitsstatuten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld de spoedzorgketen of voor de GGZ. Of als het RIVM een nieuw bevolkingsonderzoek aan het opzetten is, dan weten ze ons gelukkig te vinden om daar over af te stemmen, ook over de capaciteit die daarvoor nodig is. Ook weer die nadruk op die langere termijn. Volgens mij waren we er doorheen. Ja. Hartelijk dank voor deze inleiding. En we zijn met een kleine groep. Dus ik zou willen voorstellen dat iedereen alvast met 2 vragen mag beginnen. Ja. Dat u de vragen wel to the point houdt. En dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Van Heel van de VVD. En graag ook aangeven aan wie u de vraag wilt stellen. Nou, dankjewel. Ja, en allereerst dank dat jullie hier kwamen en dat jullie ons een beetje meenemen in deze hele systematiek. Want hij is best ingewikkeld. Ik heb dat hier gezien. Ik heb ooit nog een statistiek gedaan. Maar dit benadert dat wel een beetje, maar wel ingewikkeld. Mijn eerste vraag is eigenlijk als volgt. Kijk, hier in de Tweede Kamer zijn we al blij dat we 's ochtends weten wat we 's avonds moeten doen, hè? Dus laat ik daarvoor opstellen dat dit heel knap is. Maar daar gaat ook wel een beetje mijn vraag over. Want niets veranderlijker als het weer en niets veranderlijker als de Tweede Kamer en beleid. En daar zie je in dat soms 3 jaar al best wel lang is. En hoe is er dan tussentijds nog aanpassing? Hoe nemen jullie dat mee? Dus dat als allereerste. Want er zijn natuurlijk altijd dingen. Er zijn beroepsstructuren die veranderen, net als bij de psychologen. Ja, we kennen het allemaal, dus we hebben hele ingewikkelde trajecten. Dus dat is al de eerste vraag, van hoe ga je daarop uit? En hoe neem je ook mee bijvoorbeeld de... ik ben altijd een hele grote voorstander van, maar dat ken ik heel goed vanuit de praktijk, taakherschikking en dat soort zaken. En hoe nemen jullie dat mee? Hoe kijk je daar naar? Daar verschuift natuurlijk, binnen alle beroepsgroepen verschuift er veel. En hoe nemen jullie dat mee? Dank je wel. Wie gaat... Ja, mevrouw. Ja. Inderdaad, die tussentijdse veranderingen, die proberen wij zoveel mogelijk mee te pakken. Dus het komt voor dat we een tussentijds advies afgeven. Een goed voorbeeld is voor de klinische fysica. De inkt van de laatste raming 2019 was nog niet droog. Toen kwamen de protonencentra, 3 protonencentra in Nederland, waarvoor hele specialistische kennis nodig was. En die werd in eerste instantie uit het buitenland gehaald. Dat soort ontwikkelingen pakken we op. Kijken we ook met de beroepsgroep en met de ziekenhuizen van welke kant dat op gaat. En toen zijn we met een tussentijdsadvies bijvoorbeeld gekomen. Dus dat doen we wel degelijk. En de kracht zit hem in ons werk ook juist om er wel rekenschap van te nemen, maar niet met de winden te veel mee te waaien, zeg maar. En die verleiding is er soms wel natuurlijk.
Maar we merken dat ziekenhuizen verpleeghuishuizen en huisartsen bijvoorbeeld het meest welvaren bij een redelijke constante. En niet te grote wisselingen, bij wijze van spreken. Dus dat, daar zit onze kracht. En als het gaat over takenschikking, ja, dat nemen we mee. Twee belangrijke beroepen waar veel taak naar herschikt worden. De verpleegkundige specialisten en de physician assistants. Daar komt ook een apart advies over. En dan, nou, dan raadplegen we experts, niet alleen de verpleegkundige specialisten en de physician assistants zelf, maar ook mensen vanuit het ziekenhuis. We merken wel dat takenschikking heel beleidsgevoelig is. En natuurlijk ook lokaal heel erg kan verschillen. Dus het hangt heel erg vanaf welke keuzes een MSB of een huisartsenpraktijk maakt. Maar dat die takenschikking plaatsvindt, dat zien we. En dat nemen we dus ook mee. Ik hoop dat dat voldoende was voor u. Mevrouw Ellemeet van GroenLinks. Ja, ook van mijn kant heel veel dank voor uw toelichting. Ik was benieuwd bij die basisarts, als u zegt van we hebben gemiddeld 2,5 voor één opleidingsplek. Dat lijkt me ook heel ruim. Is dat nog een beetje het schippersbeleid? Of zit daar een andere filosofie achter, zeg maar? Want je werkt met een overschot en mensen opleiden voor geneeskunde is ook hartstikke duur. Volgens mij is misschien ook, ja, ik ben wel benieuwd of u weet wat die kosten zijn. Maar volgens mij voor medisch specialist is dat echt tonnen per jaar, voor zover ik weet, maar misschien zit ik ernaast. Ik was benieuwd over een thema wat natuurlijk ook heel erg politiek gevoelig is, is arbeidsmigratie. Dus dat zie ik als een constante in uw schemaatjes. Dus ik was benieuwd, kunt u daar wat meer over zeggen? En tenslotte, heb je krapte bij, of tenminste, het is moeilijk de plekken te vullen voor de specialist oudergeneeskunde en huisartsen. En ik geloof ook nog een andere sociale geneeskunde. En ik bedoel, raamt u alleen maar of doet u ook nog, denkt u ook nog mee over hoe dat probleem op te lossen? En mevrouw, dan heeft u het over de onderbenutting, zoals ze zeggen. Dat er minder plekken worden gevuld dan dat het capaciteitsorgaan en de minister ter beschikking heeft gesteld. Ja. Ik las het ook deze week nog over huisartsen, dat ze de plekken niet kunnen vullen. Nee, even over de basisartsen. Dat getal van 2,5 is geen bewust beleid. Dat is meer het effect van in het verleden veel basisartsen opleiden. En op enig moment het krappe worden van de vervolgopleidingen. Dus als je heel lang met een groeiende vervolgopleidingcapaciteit hebt, dan wordt het geabsorbeerd. En op het moment dat je dat laat afvlakken en je laat niet te min de nummers fixes op een bepaald niveau, dan groeit dat opleidingsreservoir. Even voor alle helderheid, die 7500 basisartsen waar we het over hebben, dat opleidingsreservoir, dat zijn de basisartsen die te kennen hebben gegeven dat ze in vervolgopleiding willen. Het totaal aantal basisartsen is nog veel groter. Dat is boven de 20.000. Dus een aanzienlijk deel. Of zit ik er nou echt veel naast? Nee, ik kom er zo op. Ja. Maar goed, het is aanzienlijk hoger dan die 7500. Dus dat is alleen al de groep die in opleiding en wensen komen. Nou, en wij staan voor de uitdaging dit najaar om op basis van dat gegeven van het verder groeien van het opleidingsreservoir een advies te geven over de nummers fixes. Want zoals u zelf terecht zegt, het is duur, het opleiden. En dan moet je goed rekenschap van geven of dat goed besteed wordt. Dus dat is over de basis. Maar het advies over de nummers fixes komt aan het einde van dit jaar. Even over de specialist oudergeneeskunde, huisartsgeneeskunde en artsenverstandelijke. Onze ramingen, maar dat is in de afgelopen jaren, en ook voor een deel de beslissingen die genomen zijn door VWS over die vervolgopleidingen, ligt hoger dan wat er instroomt. Dus de belangstelling van de basisartsen om die kant op te gaan is lager dan wat het aantal is. Dat is een urgent probleem. Dat is een groot probleem, want dat betekent dat je in de ouderengeneeskunde, in de verpleeghuizen, gewoon die artsen niet krijgt. Bij de artsenverstandelijke gehandicapten is exact hetzelfde. Bij de sociale geneeskunde is exact hetzelfde. Dus het is over een breed veld buiten de ziekenhuissfeer om. Wij doen dan meer dan alleen maar die cijfers berekenen. Dan gaan we ook met de beroepsgroep, met de verzekeraars, met de opleidingsinstellingen en met de werkgevers, in het geval de sociale geneeskunde,
Gaan we nadenken over hoe maken we het aantrekkelijker? Hoe maken jullie het aantrekkelijker? Want je kunt eindeloos opleidingsplekken creëren. Maar als de mensen onvoldoende de opleiding ingaan, dan hou je een probleem. Nou ja, dus nog een keer, het is urgent bij de huisartsen. Het is urgent bij de specialisten oudergeneeskunde. Over de brede linie. En ja, daar kun je heel lang over discussiëren en over filosoferen. Maar het heeft ook heel veel te maken. En dan zeg ik dat niet op basis van cijfers. En ik zeg dat niet, maar dat zeg ik op basis van mijn eigen 40-jarige ervaring in het veld. Het heeft heel veel te maken met het beeld wat studenten geneeskunde hebben over wat ze willen worden. En er ligt nog steeds een grote aantrekkelijkheid en een grote motivatie van studenten geneeskunde om toch het, meer glamourvolle vak van klinisch specialist in te gaan. Dus je ziet een werkelijkheid op dit moment van jonge lieden, afgestudeerd basisartsen die bereid zijn om jaren te wachten om assistent niet een opleiding te worden, om tussentijds te promoveren. En daar zien we ook een toenemende lengte tussen het moment dat ze een basisartsdiploma halen en het moment dat ze in opleiding komen. En ze zijn bereid om dat lang te wachten om toch in opleiding te komen voor een medisch specialist. En we zien aan de andere kant dat niet alle opleidingsplekken buiten de ziekenhuis gevuld worden. En dat is ik verwacht dat die signalen daarover de komende maanden ook wel in jullie richting zullen komen. Ja, zal ik dat punt van die arbeidsmigratie. Ik heb ook nog een puntje over die basisartsen. Het klopt, er is geen beleid opgevoerd. Dat is precies het probleem. Onze adviezen over die initiële geneeskunde zijn ook een tijd lang niet opgevolgd. Dus er is letterlijk niks mee gedaan. Dat vraagt wel extra aandacht om daar bij het komende advies daar wel iets mee te doen. Dus het is geen bewust beleid, maar er is gewoon eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Dan die arbeidsmigratie. Ja, dat is een goed punt. Het speelt bij sommige beroepen meer dan bij andere beroepen. Dus bijvoorbeeld bij de tandheelkunde is bekend dat daar veel buitenlandse instroom is. Voor de medisch specialisten valt dat mee. We hebben het over ergens tussen de 100 of 140 medisch specialisten op de 26.000 die elk jaar naar Nederland komen. Dat is niet onoverkomelijk, want het is natuurlijk een wetenschap. Dus er wordt dus gewoon een internationale uitwisseling. En dat zit al heel lang een beetje op dat niveau. Een punt waar wij meer onderzoek naar moeten gaan doen, maar waar we helaas tegen AVG-achtige regelgeving aanlopen, is het vertrek naar het buitenland toe. We hebben gegevens tot 2016. En toen bleek dat eigenlijk het aantal medisch specialisten, maar vooral basisartsen tussen de 25 en 30, eigenlijk een enorme stijging is van mensen die naar het buitenland gaan. En dat kan natuurlijk een kanarie in de kolenmijn zijn voordat die arbeidsmarkt hier niet helemaal lekker zit. Maar vanwege allerlei vormen van regelgeving krijgen we niet precies de data die we nodig hebben. Dus dat wordt iets waar we de komende jaren hard aan gaan werken om daar meer zicht op te krijgen. Ja. Was dat voldoende voor u? Ja. Mevrouw Paulusma van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de bijdrage. Ik had nog wel een vraag, of een aantal vragen zelfs. Want u zei op een gegeven moment dat regionaal oppakken van het personeelsbeleid en dan met name verpleegkundigen. Terwijl ik me juist ook heel goed kan voorstellen met alle plannen die er liggen, ook voor de lange termijn, dat we niet alleen in zo'n regionale aanpak zouden zitten met alleen verpleegkundigen, maar juist ook met alle andere beroepsgroepen. Dus ik zie u al knikken, dus ik verwacht daar een heel uitgebreid antwoord op, want u knikt beiden. En ik hoorde u een aantal keren zeggen, bijsturen. We doen aan bijsturen. En toen vroeg ik me af, hoe dan? Want dat lijkt me best ingewikkeld vanaf de plek waar u zit. Ik hou het eerst bij twee, voorzitter. Oké. Nou, als het gaat over die andere beroepsgroepen, ja. We hebben een heel mooi en behapbaar online tool eigenlijk. Dus dat onduidelijke rekensheet met al die velden, dat is vooral voor de geneeskundige beroepen. Maar we hebben een heel mooi online tool eigenlijk om dat voor de verpleegkundige vervolgopleidingen te ramen. We hebben daar wel eens proeven mee gedaan. Een soort proeftuin in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Om niet alleen voor
één van die beroepen, maar ook voor een aantal aanpalende beroepen, daar een soort raming voor uit te brengen. Dat kan, dat kunnen wij. En we lopen in dat soort gevallen soms een beetje tegen de grenzen van de DA-app aan. Dat zijn hele strikte opdrachten, zeg maar, die daar ook wel liggen. Maar dat kan, zeg maar. We hebben de tools om dat te doen. En we merken ook dat het helpt, omdat het echt een aanvulling is voor het HR-beleid van een ziekenhuis. Die vaak wel enkele jaren vooruitkijkt, maar niet die lange termijn erbij pakt als wij dat doen. En wij halen natuurlijk data op vanuit het hele land. Dus we kunnen ook vergelijkingen maken met andere regio's of vergelijkbare regio's. En we merken dat dat ook heel behulpzaam is. Voor andere beroepen zou het uiteindelijk ook kunnen. Bijvoorbeeld met de specialisten oudergeneeskunde hebben we nu ook een proef gedaan. Bij een aantal regio's waar we daar ook op die manier raming voor maken. Dus dat... Dat kan, de tools zijn er. Dus, en dat bijsturen. Nou kijk, het bijsturen, het zit hem... Soms moet je de tijd een beetje zijn werk laten doen, zeg maar. Dus die raming die nu uit gaat komen, bijvoorbeeld voor de medisch specialisten, die jongelui gaan vanaf 2024 in opleiding. Dus eigenlijk een bijsturing voor die tijd zou niet zoveel zin hebben, want je kan dat gewoon domweg niet bijsturen. Maar als we ze in ieder geval een aantal jaar die opleiding laten volgen. Wij houden in de gaten welke andere ontwikkelingen zich voordoen. En dan kunnen we op zo'n moment gaan bijsturen. Dus dat zijn... het is eigenlijk echt die vinger aan de pols houden om dat even te doen. Mevrouw Paulusma is nog niet helemaal tevreden met het antwoord. U kunt nog een korte poging doen. Een verduidelijkende vraag, voorzitter. Wat bedoelt u dan precies met dat bijsturen? Nou, dan kan het zijn dat we de mensen die nu een opleiding, die nemen we dan natuurlijk mee, hè, in de berekeningen. Dan kan het zijn dat we uiteindelijk uitrekenen, hey, er is toch minder nodig. Of er is juist meer nodig. Denk aan die klinische fysica. Er komen protonencentra, dus uiteindelijk hebben we eigenlijk meer nodig. En dat, nou ja, rekenen we helemaal uit. En dan is het effect dat er meer opgeleid moet worden. Maar andersom kan ook. Dan rekenen we het effect uit en dan is het dat het minder... Dus in feite is het een... Is het een gewone berekening, maar omdat we elk jaar of soms elk kwartaal nieuwe gegevens krijgen, kunnen we dat elke keer weer opnieuw uitrekenen om te kijken of het klopt. Ja. Even wat toevoegen, misschien is dat niet helemaal duidelijk geworden. Wij lopen echt in ons werk op dit moment tegen de grenzen van de AVG aan. Om een idee te geven, ik ben verantwoordelijk voor het onderzoek naar basisartsen. En dan vergelijken we, wij doen dat dus elke 3 jaar. En 3 jaar geleden waren die grenzen er nog niet. En konden wij tamelijk rijk gegevens uit de groep halen. Om heel concreet aan te geven, wij konden toen putten uit het register van de BIG. Dus alle basisartsen komen in de BIG terecht. En we hebben daar nou geen toegang meer toe. En dat betekent dat je dus op een andere manier... De basisartsen die niet in opleiding zijn, want de mensen die in opleiding zijn zitten bij het registratiecommissie. Dus die kun je benaderen en die zijn herkenbaar, maar die anderen niet. En dat betekent dat het onderzoek wat we nu op dit moment aan het afronden zijn, minder informatie gaat opleveren dan 3 jaar geleden. Nou, wij lopen tegen dat probleem op, meerdere instanties lopen tegen dat probleem op. En met die instanties zullen wij... Ook richting VWS gaan, omdat we het idee hebben dat ons dat heel erg hindert. Ander punt waar Olivia het net over had. Wij willen veel breder regionaal gaan ramen en regionaal gaan ondersteunen. En dat is niet alleen omdat die tool leidt tot een heel hoge respons. En die tool leidt tot een hele hoge respons, omdat de instellingen krijgen teruggerapporteerd. Dus het is niet alleen maar, je bent respondent. Nee, dus de hoofdpersoneelszaken van een ziekenhuis doet de input, maar krijgt ook terug en in een soort benchmark. Waardoor de hij of zij heel goed kan zien hoe hij of zij staat. Plus regionale overzichten. Nou, als ik dan wijs op het ISA, waar heel erg gehamerd wordt op regionaal afstemmen in plaats van regionaal bij elkaar het personeel weghalen, wat dat instrument betreft heel goed geëquipeerd om dat te gaan doen. Maar daar lopen we
bij het ministerie er tegenaan dat zij zeggen, ja, we weten niet of jullie dat wel mogen. Dus we zitten op dit moment in discussie met onze contactpersonen binnen VWS. Gaan we daar nou rekkelijk zijn of gaan we heel precies zijn? Nou, en dat, wij zouden heel graag willen dat er een wat ruimer werd gekeken daarnaar. Wij denken dat we een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren in de lijn van wat op dit moment nodig is. En we zouden het heel vervelend vinden als we wel die expertise hebben, dat we de tools hebben, de ervaring hebben, maar dat we niet mogen toepassen. Dus daar hebben we een klein gevechtje met VWS op dit moment over. Als u het even wilt opnemen, mevrouw Van der Hel. Ja, tuurlijk. Misschien heeft mevrouw Van den Berg ook nog vragen. Ja, ik had even aansluitend op het laatste, want we hebben vorige week er als commissie ook over gesproken in de procedurevergadering over de moeilijkheid, hè, vanwege de AVG voor cijfers. En ook dit BIG-register, daar hebben we een heel ander verband ook nog met cardiologie en ook nog opmerkingen over gemaakt. Dus ik denk dat dit bij iedereen wel is beland in het hoofd, zeg maar. Maar ik wil met name nog even vragen over die regionale cijfers. Want ik hoorde wel bij de takenschikking de verpleegkundespecialist en de physician assistant. Ik hoorde niet de mondhygiënisten. En het tweede is dat met name ook de tandartsen zouden regionaal worden bekeken. Want die blijven nu allemaal hangen in de Amsterdam, Groningen en Nijmegen regio waar ze worden opgeleid. Dus die regionale cijfers zijn enorm belangrijk. En heeft u daar ook nog problemen mee om dat u zegt van nou, als je toch bezig bent met de AVG, dan hebben we nog wel een aanvullend verzoekje. Dank je wel. Dank u wel. Nou, de raming voor de eerste lijns mondzorg, hè, dus dan hebben we het over tandartsen en mondhygiënisten, komt later dit jaar uit. En u wijst, u herinnert mij er terecht aan dat een van de belangrijkste punten van takenschikking is tussen tandartsen en mondhygiënisten. De afgelopen ramingen was dat ook zeg maar een centraal scenario eigenlijk voor de uitkomsten. En dat zal dit keer ongetwijfeld niet anders zijn. Ook is er dit keer dus iets wat aanvullend onderzoek gedaan over die taakgeschiedenis tussen mondhygiënisten en tandartsen. Want het staat ook op het punt om geregeld te worden natuurlijk in de wet BIG. Maar ook als het gaat over die regionale spreiding. Daar hebben we ook onderzoek over gedaan. En ook onze Kamer, Eerste Lijns Mondzorg, is zich daar nu over aan het buigen. En het is wat dat betreft, ja, vergelijkbaar bijna met huisartsen en GGZ-psychologen die bij wijze van spreken in elk postcodegebied werken. En de ramingen die ik opstel voor die specialisten in het ziekenhuis, ja, die werken gewoon in 16 of 86 bakstenen gebouwen. Dus die zitten gewoon gebonden aan die gebouwen, bij wijze van spreken. Maar inderdaad, die verschillen op bij wijze van spreken op postcodeniveau in het oosten, in het zuidoosten van het land en in het zuidwesten van het land, ja, dat vraagt soms om een andere aanpak en een andere benadering. Dat hebben we dus in ieder geval geprobeerd voor die specialist oudergeneeskunde, die ook vrijwel in elk postcodegebied zitten, om daar voor een aantal regio's ook zo'n raming op te stellen. Dus ja, en daar spelen andere, nou, bijna meer kwaliteitsaspecten van hoe kun je mensen voor een regio binden, dat ze ook met hun partner meekomen, bij wijze van spreken. Dus ja, daar spelen andere aspecten dan alleen maar getallen. Dat klopt, ja. Ik kijk even naar de klok en volgens mij is er nog een korte vraag voor u alle drie. En dan hou ik mezelf in. Dus mevrouw Van der Hel heeft als eerste het woord. Dankjewel. Ja, één korte vraag. Nou, kort, ja, ik probeer het, hè. Ik vind het mooi dat er inderdaad, net als bij die protonen, rekening gehouden wordt met er zal meer vraag zijn, dus we gaan het anders doen. Maar gebeurt dat ook, of aanbod, hè, maar gebeurt dat ook aan de vraagkant? Dus ik heb al wat aardig wat kamervragen gesteld. Bijvoorbeeld over de herschikking, er zijn niet genoeg GGZ-psychologen om klinisch psycholoog te worden. Dat betekent dat daar behoefte aan is. En wie bepaalt dat dan? Want bij die protonen hebben jullie dat bepaald? Of bepaald ministerie? Wie is er aan zet? Is de vraag duidelijk genoeg? Want u heeft het volgens mij ook over van ja, mensen die dus, het aantal mensen dat dan naar een bepaalde kant komt. Terwijl je misschien zegt van dat kan ook in het sociale domein worden opgelost. Is dat uw vraag? Volgens mij. Nee.
Volgens mij, ze begrepen, maar het gaat erom... Kijk, vanuit die protonenkant is het eigenlijk vanaf de aanbodkant benaderd. En hoe doe je dat als dat vanaf de vraagkant komt? Dat is in één zin. Ja, nou, in feite gaat eenzelfde soort redenering op voor die klinisch psycholoog en die GZ-psychologen. Klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog, artikel 14, beroep is een specialisme. Dat kun je natuurlijk alleen maar worden als je die artikel 3-registratie al hebt. Dus in feite gaat daar eenzelfde soort redenering op als voor die medisch specialisten. We gaan eerst bekijken hoeveel er nodig zijn aan klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen. En dat wordt zeg maar onttrokken aan die pool van GZ-psychologen. En dat daar ook nog een hele grote vraag ligt naar GZ-psychologen, ja, dat is ook nog een gegeven. En ik denk dat dat trouwens een veel sterker gegeven is dan de uitstroom naar die specialisatievakken. Maar ja, hoort absoluut bij de ramingen. Ja, neem me daarmee. Mevrouw Ellemeet. Ja, ik vond het interessant wat u zei over dat u echt nog wel meer doet dan alleen ramen. Dus als plekken niet opgevuld worden, dat u dan met de partners bespreekt van wat kunnen we daar nou aan doen. En ik was benieuwd of u iets over die oplossingsrichtingen kan zeggen. Dus waar ik aan, bijvoorbeeld wat ik hoor is dat specialisten ouderengeneeskunde, dat voor dat vak niet snel gekozen wordt, omdat het niet een belangrijk onderdeel van de opleiding is. Dus ja, wat je niet kent, dat wil je ook niet. Dat is een iets andere invalshoek, maar bij huisartsen horen we nu dat het gewoon in bepaalde regio's een enorm groot probleem is. Het heeft natuurlijk ook met opleidingsplekken te maken. Dus wat ik hoor is dat de meeste huisartsen in de Randstad worden opgeleid. Ja, dat helpt dan niet, want als je niet in Zwolle wordt opgeleid, dan weet je ook niet dat het leuk is om in Zwolle te wonen. Dus dat zijn twee punten die ik wel hoor, maar ik was benieuwd naar uw ideeën daarover. Nee, het terechte punt wat u opwerpt over de aantrekkelijkheid van het vak en over het al dan niet in de opleiding, in de basisopleiding al voldoende daaraan aandacht aan besteden. De NFU, dus de Nederlandse Federatie van UMCG's, heeft vrij kort geleden een advies afgerond juist over dit probleem. Over het probleem van waarom zijn die extramurale vakken, de huisarts, specialist, oudergeneeskunde, sociale geneeskunde, artsenverstandelijke handicap. Waarom is daar zo weinig belangstelling voor? Ik vind het ze hebben een zeer gedegen advies uitgebracht, omdat ze die hele keten bijna doorgaan. Vanaf het moment dat iemand voor de geneeskunde kiest, de basisopleiding geneeskunde en in de vervolgopleiding. Dus daar zijn we bij betrokken. En dat soort inzichten nemen we mee. Maar we nemen ook mee, als het gaat om de huisartsgeneeskunde, het probleem dat er al minder in de opleiding komen, maar het probleem in de uitstroom, wat we op dit moment heel, heel nadrukkelijk zien, is dat het een steeds kleiner deel van de mensen die huisartsregistratie krijgen, praktijkhouder willen worden. Ja. En dat heeft heel veel te maken met regelgeving. Niet alleen regelgeving, dat heeft ook weer te maken met bijvoorbeeld in de niet grote steden, zeg maar zeggen, dus in wat meer plattelandsregio's. Het beleid van gemeenten om goede accommodaties beschikbaar te stellen. De tijd van eenpitters, huisartsen, eenpitters, tandartsen, die is voorbij. Dus zowel jonge tandartsen als jonge huisartsen willen in toenemende mate in groepen werken. Zo zijn ze ook opgeleid bijna allemaal. Maar dat betekent dat je daar dus wel huisvesting voor moet hebben. Nou, als we dan even naar... Had eigenlijk verwacht dat daar wel een vraag over zou komen. Zeeland. Daar zijn vertrekkende tandartsen. En die vertrekkende tandartsen zijn voor een heel groot gedeelte de traditionele kleine praktijktandartsen. Maar als je een jonge generatie tandartsen hebt die met een andere patologie, andere type tandproblemen is opgeleid en gewend zijn in grotere groepen, en ze hebben ook nog een partner opgeleid in Nijmegen, Amsterdam, een partner die een baan heeft in Utrecht, dan wordt het heel lastig om de stap te maken naar Zeeland. Dus dan is het, dan zijn het veel meer maatschappelijke dingen die je moet oplossen om te zorgen dat in de periferie, even als ik het zo mag zeggen, dat daar de huisartsgeneeskunde weer aantrekkelijk wordt en dat de tandheelkunde weer aantrekkelijk wordt. Maar over dat soort dingen, daar spreken wij over. En die proberen we ook mee te nemen in onze advisering.
Nog één verhelderende vraag. Want u zegt van, het is duidelijk, hè, er is een advies van de NFU. Maar mijn punt was, hè, van mij, wat ik hoor is dat het niet goed in de opleiding voor basisarts zit. Kunt u dat bevestigen of niet? Ja en nee. Ja en nee. Nou, ik ga even een verhaaltje over mezelf vertellen. Ik heb gewoon 6 weken stage gelopen in een verpleeghuis. En dan heb ik het over 40 jaar geleden. Dus als je geïnteresseerd bent in die vakken, kun je het. Via de keuzevak, et cetera. En het zal veel meer gaan om in de basis overdragen van hoe breed is het vak. En dat er dus ook aandacht aan moet worden besteed. Maar dat staat ook in het NFU-advies. Ja. Mevrouw Paulusma. Dank u wel, voorzitter. Op bladzijde 7, en het is misschien een soort woorddiscussie, maar we hebben 38 aanbodparameters en 12 overige. Aanbod lees ik een beetje als intern en 12 als extern. En ik zou mij zo kunnen voorstellen, maar dat wil ik bij u toetsen. Gezien alle ontwikkelingen waar we het net ook al over hadden, regionalisering, taakdifferentiatie, taakherschikking, of, en het is niet mijn vak, maar ik dacht wel, is dit dan nog de juiste balans met alle vragen in de toekomst die op ons afkomen? Wat een fijne vraag, mevrouw Paulusma. Dat meen ik, want ik ga terug naar deze sheet. Kijk, het rekenmodel, inderdaad, die aanbodzijde, die zit heel gedetailleerd in elkaar. En dat komt vooral omdat we daar gewoon heel veel harde cijfers voor hebben. Dus dat kunnen we redelijk nauwkeurig uitrekenen. Dat vormt die basis. Maar daarna, ik kan niet wijzen met het wijzertje. Maar dan ziet u aan de linkerkant die lange pijl omhoog. En daar staat een maalteken. Dat is een belangrijke. Want dan, we projecteren dus daarna die zorgvraag. Hè, dus dat zijn maar 12 parameters inderdaad. Maar omdat dat multiplicatief is, dus dat wordt maal gedaan, niet zomaar plus, heeft dat eigenlijk een heel sterk effect. Dus dat merken we nu in onze ramingen ook. Een belangrijk punt is natuurlijk die uitstroom. Dat kun je mooi zien in deze. Hè? Dus dat die goudbruine balken afnemen. Dan kunnen jullie ook indenken dat die uitstroom een belangrijke factor is. Maar die demografie en die andere parameters, die zorgen eigenlijk voor dat de groei erin zit. Dus dat is weegt relatief hard mee, zal ik maar zeggen. Ja, dank u wel. Nou, dan wil ik zowel mevrouw Butterman als meneer Human heel hartelijk danken voor de presentatie en dat u hier naartoe wilde komen. Ook dank natuurlijk aan de leden voor de vragen. En dank aan de gevierde boden en ieder ander voor de ondersteuning. En ook de aanwezigen in de zaal. En sluit ik hierbij de technische briefing.